Dit is de marktanalyse van woensdag 13 december kwart voor twee, 10 voor 2. En we gaan um, in deze decembermaand halverwege weer naar de markten kijken. Inmiddels is alweer een en ander duidelijker waar we vorige week wat hebben geplaatst. We beginnen met de DAO, links de, de dag en rechts de week. Wij kunnen nu wel stellen, denk ik, dat. De low van 7 december een nieuwe dagcyclusbodem is. Als we gaan tellen, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 de bar. Um, denk ik dat het ja, redelijk ver is om te zeggen dat dit een dagcyclusbodem is. Wederom, um, en tussen aanhalingstekens rare correctie, raar in die zin. Um, kijk eens naar de indicatoren, de, de korte RSI. Dat is, die, dat is die stippenlijn hier. Normaal gesproken gaat die RSI nou minimaal tot zeg maar de 20, de 10, richting 0. Um, nu tot maximaal 37, of minimaal 37. Um, dus getuigd van een minimale correctie. En we zien na een aantal bars wordt die haai weer gebroken. Nou, dus dat geeft gewoon opnieuw de aanhoudende kracht uh, weer die we in de douwe zien. En dat zie je natuurlijk in de weekgrafiek terug. De um, meest recente weeklow van de weekcyclus zit hier. En we zitten nu dus op uh, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16e bar van de huidige cycle. Nou, um, dat roept natuurlijk de vraag op: um, waar ligt dan de, de high? Uh, allereerst, wat normaal gesproken vooraf gaat, is dat je um, in, zeg maar, in deze cycle, cyclus afstand neemt ten opzichte van die MA banden. Uh, dat, dat zagen we bij de vorige uh, top feitelijk hier ook, hier. Um, en dat, dat zien we nu feitelijk ook weer, uh, namelijk hier. Dus zeg maar qua uh, koersmomentum, qua versnelling omhoog, um, ja zijn alle ingrediënten daar dat wij nu aan een cyclostrop kunnen beginnen, um, maar we zien hier zeg maar in de double stochastic's dat dat die die korte die lijkt hier dus zijn uh, zijn met zijn te zetten hebben de lijkt nog wat opwaartse potentie hier te zijn um, en ik gaf um, ik gaf twee weken terug al aan ik verwacht per saldo inderdaad nog twee drie weken omhoog, nou het kan best uh, nog zo zijn dat wij nog een laatste stijging zien en misschien in, de, in december inderdaad nog die 25.000 gaan uh, raken. Het zijn immers maar een procent of twee, uh, 500 punten dus. Dus op zich is dat geen, um, ja, te, is dat niet al te veel gevraagd naar, naar boven toe. Maar dan moet je ook concluderen als je dus hierboven bent, die 25.000, dat dan de afstand ten opzichte van al die ma banden dermate hoog is, dat je dan toch een keer die. Correctie in de weekcyclusbodem moet gaan inzetten. Nou, het scenario nu uh, is eigenlijk als volgt: als we dus even de, de daggrafiek daarvoor als uitgangspunt pakken. We hebben dus hier bij die pijl de nieuwe dagcyclusbodem gezet, dat is de veronderstelling. En we weten, we zitten nu in week 16 van de lopende dag, weekcyclus. Dus er zal nu ergens in deze week, volgende week, misschien zelfs de week daarna, een top moeten komen van de weekcyclus. Um, en één scenario is dat die dus, als we dus die top vrij snel laten vallen, dat die dus uh, vandaag morgen, overmorgen dus vrij snel plaatsvindt en hier dus leidt tot een zogenaamde fail break. We zien hier dus de, vorige top, van de, of de top van de vorige dagcyclus en we, we breken daar nu uit, hè. we zitten er nu tegenaan. En één van die scenario's is dus dat we dus hier even uitbreken. En dat we dan vrij snel weer terugbreken. Zodat zeg maar uh, de, de top van de weekcyclus wordt gezet als uh, middels een fail break in de, uh, in de dagcyclus. Nou, dat, dat is een scenario. We weten uiteraard niet hoe dat scenario of welk scenario gaat uitkomen. Maar dat is er dus één. Um, een ander scenario is dat wij nog Even doorgaan, inderdaad richting die 25.000 en daar dan de top gaan, gaan zetten. Um, gezien de Double stochastics hier in de week, die korte ja, lijkt dat uh, een, een goed scenario te zijn, want uh, je ziet eigenlijk dat bij elke top die Double stochastics, die korte, dus dat is die blauwe lijn, dat die ook redelijk bovenin zit. Uh, al dan niet boven de, de 90 en we zitten nu rond de 75, dus daar zit nog wat opwaartse potentie in. Um, en natuurlijk ook kijken naar de dagcyclus, die zit nu op de vierde dag. Um, ja, nog steeds het begin van een nieuwe dagcyclus, de vorige was uitermate bullish. Dus het, ja, het lijkt mij minder waarschijnlijk dat wij nu uit moeten gaan van een dagcyclus die nu al zijn top neerzet, terwijl alle vorige dagcycli heel erg bullish zijn afgesloten. Dus het hoofdscenario is eigenlijk um, per saldo nog wat hoger richting de 25.000. Het alternatieve scenario is nu uitbreken of een poging tot uitbraak en dan um, die failed break uh, neerzetten. Um, hoe dan ook, de markt is nog steeds ijzersterker. Als je hier naar de weekgrafiek kijkt, ja, dit is gewoon een, voor, voor buy and hold traders natuurlijk een, een, een droomgrafiek, want je hoeft uh, helemaal niks te doen. Um, swing traders is het wat lastiger. Want um, ja, op het moment dat je ergens winst neemt, dan is het lastig om weer opnieuw in te stappen. Want je zoekt naar een correctiebodem. Maar elke keer als je denkt, nou die correctie is nu begonnen, dan was dat alweer het einde van de correctie. Um, dus dit is een, een lastige markt voor traders. Um, juist omdat het zo weinig laag volatiel is en, en correcties eigenlijk amper doorzetten. Goed, als we dan naar de DAX. Gaan kijken op dag en op weekbasis. Als we nou eens even op weekbasis beginnen, want dan is het beeld op zich wat, wat duidelijker. Um, weekcyclusbodem werd hier gezet. Als we naar uitgaan van weekcyclusbodem op eind augustus, dan tellen we nu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 13 bars op deze bar. Nou, dus de vraag is, uh, hier natuurlijk. Um, is dit soms al de nieuwe weekcyclusbodem in de DAX. Als je naar dit plaatje kijkt, is het een beetje picture perfect. Uh, wat bedoel ik daarmee? Um, we gaan naar boven. We zetten een top neer, we gaan naar beneden. Zetten een bodem neer. Een nieuwe weekcyclusbodem. Uh, je gaat die vorige top uitnemen, en een doorbroken weerstand wordt steunen. Klassieke. Uh, technische analyse en we testen nu het uitbraakpunt vanaf de bovenkant als steun en je ziet in de week als ik even inzoom 1, 2, 3, 4 keer eigenlijk getest deze zone hier rond die 12.700 sorry 12.900 um, en ja als dat inderdaad een weekcyclusbodem is dan ligt het voor de hand dat je nu weer richting nieuwe highs gaat 13.600. 14.000 en misschien hoger. Um, dan hou ik dus even niet rekening mee met het scenario dat de Dow in de weekgrafiek... Um, ja, juist nog tegen zijn top aan zit. Um, dus als we ervan uitgaan dat de ziekte een beetje synchroon gaan lopen... dan zou het meer voor de hand liggen dat dit nog geen low is van een nieuwe weekcyclusbodem... en dat we eigenlijk nu bezig zijn met een in de tweede helft van de weekcyclusbodem... van de weekcyclus een poging om zeg maar, deze haai nog een keer... misschien te evenaren, misschien komen we ook niet verder dan 50% ervan... om dan um, op een lager niveau die echte weekcyclusbodem neer te zetten. Um, het is lastig te zeggen op dit moment... om de simpele reden, qua telling is dit heel erg kort... dus qua telling zou ik zeggen dat dit uh, geen weekcyclusbodem is... Uh, ook omdat wij nu dan al twee bars verder zijn en de double circuit, ik zie die rode lijn, nog steeds dalende is. Dus um, als ik de voorkeur moet geven, dan zou mijn voorkeur zijn dat dit nog alles één grote cyclus is. En dat wij nu in de tweede helft zitten van die, van die weekcyclus. En dat we dan um, aan de bovenkant die top niet meer gaan overschrijden. En dat we per saldo in de komende weken uiteindelijk dan samen met de DAO. Um, lagere niveaus gaan opzoeken. Dat zou mijn focus-scenario zijn. Goed, als we dan kijken naar de dag. Um, ja, hier is het wat, wat lastiger. Even die pijltjes weghalen hier. Lastiger qua kwartelling um, want um, de vraag is natuurlijk waar is hier dan en een dag zie dus bodem gezet. De vorige dateert van 15 november. Nou, dat is vrij duidelijk. Um, maar als je dan verder gaat, richting hier, dan kom je ook weer rond de, rond de 13, 14 bars uit. Nou, is ook heel erg kort. Uh, en als je naar de indicatoren kijkt, die rode lijn, die double stochastics, die zou normaal gesproken, moet die bij een dagcyclusbodem onderin zitten. Nou, die zit ergens hier rond de, rond de 60. Um, dus dit, als dit zeg maar hier um, op... 1 um, december een nieuw dagcyclusbodem is, dat kan. <coughs> ja, dat is in ieder geval in de dagcyclus, uh, in de dagchart, heel erg lastig te zien. Nou, we kunnen kijken of wij dan een, een soort afkorting kunnen nemen, een trucje. We pakken de tweedaagse grafiek. De tweedaagse grafiek laat eigenlijk de cyclus zien, de cyclus zien, die normaal 20 bar stuurt maar dan. E is 1 bar zijn 2 dagen. Dus eigenlijk twee dagcycli gaan in 1 tweedaagse cycle. Um, en de vorige cyclus uh, is dus hier, zeg maar uh, eind oktober. En dat zie je dus hier terug. Dus, um, dus hier, hier begint de vorige tweedaagse cycli. En als je dan naar links kijkt, waar dan de cursor staat, dat is zeg maar, um, dat is dus hier. Zal ik dus even omcirkelen. En als je dan gaat tellen, dan zou het 1. Twee zijn, want hier leidt het inderdaad te zijn, dus op 1 december, dat hier de tweedaagse gebodemd is, en dat zou inderdaad ervoor pleiten dat we hier een nieuw dagcyclus hebben, die dan op een of andere manier wat vertekend is en daardoor lastig te zien is. Um, kortom, als we um, daar dan vanuit gaan dat op 1 december dus een nieuwe dagcyclus gezet is, um, en we gaan ook ervan uit dat het hoofdscenario een beetje in lijn met um, synchronisatie met de DAO dat de weekcyclusbodem nog niet gezet is dat we dus in de potentieel zwakkere tweede helft zitten van de weekcyclus dan zou het hoofdscenario voor de dag zou dan in principe um, dit moeten zijn ik zal het even intekenen dat wij dus geen nieuwe highs maken en dat wij um, ja, in de komende dagen, mogelijk um, een top gaan zetten in de dagcyclus om dan inderdaad de, aan een correctie te gaan beginnen. Uh, mogelijk als um, alternatief scenario dat wij nog iets hoger gaan, dat we die top hier nog een keer gaan testen om um, dan die correctie in te zetten. Nou, um, moeten we even kijken wat, uh, welk scenario. Um, Gerealiseerd gaat worden. Op dit moment kunnen we in ieder geval zeggen: als, dit, als op 1 december daadwerkelijk de dagcyclus is begonnen, dat het begin nog niet al te bullish is. Hè. Kijk, als je, als je kijkt naar de, naar de bars hier, um, ja, dat zijn allemaal overlappende bars. Daar zitten caps in, die worden dan weer gevuld. Dus dat is allemaal niet heel erg overtuigend, niet heel erg bullish. Um, maar deze twee scenario's um, heb ik dus eigenlijk in gedachten ervan uitgaan dat hier rechts die weekcyclusbodem nog niet gezet is. Um, en dat is dus eigenlijk op dit moment mijn, uh, mijn focusscenario, omdat van daar naar daar de telling heel erg kort is, dat is één. En twee, omdat ik ervan uitga dat de, de, de cycles in de Dow en in de, in de dag, uh, puur qua, qua cyclusbodems, dat die normaal gesproken aardig uh, gelijk lopen. Je, je ziet zelden of uiterst zelden dat een weekcyclusbodem in de douw... Uh, niet ook in misschien één of twee weken verschuiving... Um, het op hetzelfde moment neerkomt in de DAX. En dus daar zie je dat het redelijk synchroon gaat, gaat lopen... als we hier kijken, zeg maar, de vorige was 21 of zeg maar medio augustus Dus als we hier nog even naar de, um, naar de douw terug gaan... Kijk, dan zag je ook um, hier medio augustus. Dat was dus de vorige. Die daarvoor was uh, medio april. Nou, als we dan weer naar de, naar de DAX gaan. Um, hier, even kijken, waar is, waar is die? Ja, hier, medio april. Dat is dus deze. Dus hadden we hadden een cycle van daar naar daar. Uh, hier dus, dit is de cycle bodem en van daar naar daar, dus die, die cycles die, um, die komen qua timing aardig overeen alleen wat daarna gebeurt, hoe ver de ene stijgt en hoe ver de ander stijgt daar verschillen de indices dus met dat in het achterhoofd raak ik ervan uit dat dit dus nog geen afgeronde weekcyclus is en dat wij uiteindelijk binnen die tweede helft van die weekcyclus hooguit tot een evenaring van die high komen um, en dat we ergens in deze zone ja, een lagere top gaan zien. Um, dus voor de komende tijd is het zeg maar, voor ons de uitdaging om te zien: nou, waar gaat dan hier in die zone de top vallen? Um, op dit moment zien we nog niks. Hè? Het, het, het beeld op dag was, is uitermate onduidelijk. Uh, heb ik net verteld: die, die bars zijn heel onduidelijk. Dus we moeten wel. Uh, een duidelijk topvormingssignaal hebben een, een, een duidelijke omkeerbar of een, een grote een solide rode candle of iets dergelijks op dit moment is het er nog niet uh, maar zeg maar de grote lijn is mijn scenario voor de komende weken per saldo uh, in beginsel neutraal en dan uh, daarna en dat zal misschien pas in het begin van het nieuwe jaar zijn uh, bearish omdat wij dan die weekcyclusbodem nog zouden moeten gaan afmaken of dat dan een grote correctie wordt, dat is weer vraag 2. Dat weten we natuurlijk niet. Um, maar ik denk in ieder geval dat wij nu aan het einde zitten van de weekcyclus. En dat daar toch nog iets uh, moet gaan gebeuren. Goed, als laatste dan de boent. Um, de boend. Boend is ook een, een lastig verhaal. Want kijk ook hier even mee in de, in de uh, weekgrafiek. De vorige weekcyclus... Begin juli. Nou, als we hier gaan tellen: um, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nou, 12, 13 bars. Uh, op deze. Nou, dus dan zeg je: Nou, wat is dit? Is dit een mid-cyclie? Um, nou, 12, 13 bars leidt het eerder op een mid low. Maar als we dan verder gaan tellen: 14, 15, 16, 17, 18, 21, 21, 22, 23. Nou, de meeste cyclie. We zitten ergens tussen de vijfde en de vijfde de bars in, maar we zitten nu nog tegen een top aan, of wij zijn nu nog hoog. Dus dit ja, is ook een rare, tussen aanhalingstekens, rare cyclus, um, die eigenlijk hier te kort is om een cyclus genoemd te worden, maar die nu te lang is om als één cyclus um, door het leven te gaan. Dus laten we ook hier eens kijken wat dan die tweedaagse doet, um, die tweedaagse cyclus. Um, als we dus hier van, van deze uitgaan, um, dan zouden we kunnen zeggen: Nou, het lijkt erop alsof hier um, toch wel een soort bodem is. Um, dus dat is zeg maar eind, um, eind november. Uh, ja, eind november. Nou, als we daarvan uitgaan, en we gaan nog eens even kijken naar de week. Um, eind november. Dus dat is uh, dat, dat is hier. Nou, dan zien we hier um, die knik in de korte Double Stochastics, hier. Um, en dat zou dan suggereren dat we zeg maar nu in de uh, eigenlijk in, in de tweede cyclus zitten, dat dit dus um, medio of eind september, dat dat feitelijk een nieuwe weekcyclus is gezet. Kort, maar uh, ondersteunt wel het verhaal dat we niet van een hele lange cyclus kunnen uitgaan. Dus met andere woorden, dat dit niet één hele lange cyclus is. Al nou, heel lastig qua cyclustelling dat zie je ook in de dag terug. Um, als we deze uh, gaan onderverdelen, dus de vorige cyclus uh, 14 november, als je dan gaat tellen: 2, 4, 6, 8, 10, 12 bars. Nou, ook hier geen cyclusbodem, gaan we nu verder tellen. 14, 16, 18, 20, 22. Nou, dan zitten ze alweer erg lang. Dus het is, ja, kwartelling, tussen aanstellingen, klopt het allemaal net niet. Um, dus met andere woorden, op het moment dat het niet helemaal klopt, kun je, dat ook niet, uh, kun je de cyclus niet goed als kompas gebruiken voor de, de scenario's. Nou, dan moeten we dus even iets anders doen. Dan moeten we gewoon zeggen, nou, laten we eens even van een langere afstand naar die chart kijken. Um, allereerst heel even de, de maandstaart. Kijk, als je naar de maandstaart kijkt, en dat heeft nu met trading niks te maken, maar even, even een inschatting te maken waar we dan staan, dan zien we dus dat we hier um, eigenlijk een lange trading range hebben. En um, een beetje vergelijkbaar met um, 2012-2013. Um, en we zitten nu. Bovenaan die trading range. Nou, en dat zie je natuurlijk nu in de, uh, in de weekgrafiek terug. We zitten zeg maar bovenaan die trading range. En dan is het eigenlijk heel simpel: um, breek je uit of breek je niet uit? Nou, en een truc of een truc. Uh, de manier om daarna te kijken is dat we eigenlijk kijken hoe het momentum zich hier ontwikkelt. Dus op het moment dat we zien dat de swings, en dat kunnen we een dag natuurlijk goed zien, dat de koerswings cool omhoog. Um, zwakker worden richting die, die top, dan kunnen je dus zeggen: Nou, de, het momentum naar boven, de kracht naar boven neemt af. Um, en dat zouden we eventueel nog kunnen aanvullen met, met te kijken naar correcties. Als de correcties steeds steiler worden, steeds dieper, dan zie je dus dat, dat de verkopers steeds agressiever worden. Nou, we zien wel dat de opwaartse swings uh, moeite hebben om zeg maar. Uh, duidelijk boven de vorige top te komen. Dat gaat dus moeizaam, dus het opwaartse momentum neemt af. We kunnen vooralsnog nog niet vaststellen dat um, het neerwaartse momentum toeneemt, dus dat de correcties agressiever worden. Um, dus het ziet er uit, in ieder geval voor de komende weken, dat die bovenkant hier van die training range um, dat we die nog niet gaan slechten in de boend. En dan zal mijn voorkeursscenario scenario zijn, ook als ik hier gewoon kijk naar die lange double sarcastics die nu bovenin zitten. In zit, dat mijn focus scenario zou zijn dat wij eerder richting zeg maar die MA banden gaan. Naar zeg maar 161 om daar te corrigeren en vandaar mogelijk een nieuwe aanloop te nemen naar de bovenkant. Um, en misschien dat dan de, de cycles weer uh, ja, wat, wat, wat netter zijn qua telling, qua bandbreedte. Want op dit moment is het, ja, voegt het eigenlijk meer onzekerheid toe. En dan moet je gewoon uh, ja, dit als kompas even laten varen. Dus hier conclusie: opwaartse uitbraak op dit moment eerder onwaarschijnlijk. Uh, ik denk eerder dat we dan, als we dit bekijken, gaan afketsen. Op die bovenkant van die trainingrange, dat we richting die 161 minimaal gaan dalen. Dus een punt of, of twee uh, lijkt in de dag nu vooral snel ook ingezet. Vandaag en gisteren, twee ja, redelijk overtuigende dalingsdagen. En dan kijken vanaf dit niveau, zeg maar eigenlijk deze zone zou je kunnen zeggen: deze zone tussen 160 en 161. Om daar dan te kijken of de koers daar bodemt en vandaar een nieuwe aanloop gaat nemen richting die 164 en mogelijk uitbraak.